Peter en Wim, jullie gaan meedoen met de Amsterdam Dakar Challenge voor het goede doel. Peter, en op 28 oktober gaan jullie van start. Maar kun je me er wat meer over vertellen over dat goede doel? Het goede doel dat is van Teer. En Teer is een christelijke stichting die als doel heeft om mensen daar in Afrika ook te helpen. En specifiek dit project is een waterputtenproject in Oeganda. Wim, en dan gaan jullie op 28 oktober gaan jullie vertrekken. Hoe gaat jullie route eruit zien? Nou, we beginnen in Amsterdam, 28 oktober. En dan rijden we in 3 dagen naar Zuid-Spanje, Gibraltar. Steken we over naar Marokko. In Marokko en westelijke Sahara, dat is ook van Marokko, zijn we een week, anderhalf week. Gaan we bijna een week in de woestijn rondrijden. En daarna gaan we via Mauritanië naar Senegal, naar Dakar. En in Mauritanië krijgen we legerbegeleiding, omdat het niet helemaal veilig is. Het wordt echt een uitdagende rit, hè? Het wordt leuk, het wordt spannend, het wordt een uitdaging. We zullen onszelf ook wel eens een keer tegenkomen. Maar ook daar kunnen we alleen maar van leren. Ja. Het is 7000 kilometer. Ja. Maar hoeveel weken gaan jullie erover doen? 2,5 week. We hopen dat we de 15e in Dakar aankomen. En dan is het uitrusten. Peter, hoe kunnen mensen jullie goede doel steunen? Als bedrijven ons willen steunen, dan kan dat via eventueel een sticker op de auto en een leuke financiële bijdrage. En particulieren kunnen een bijdrage eventueel storten op het onderstaande rekeningnummer. Zijn jullie ook te volgen? Wij zijn te volgen via Facebook, via mijzelf, Wim Tummermans, en via Peter Slachter. Heren, mag ik jullie heel veel succes wensen en een behouden terugkomst.